We zijn met de investeerder overeengekomen dat in ieder geval 20 winkels open zullen blijven. We zijn met de investeerder overeengekomen dat er een gedeelte van het personeel een arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden. Dat zullen ze dan zelf moeten beslissen of ze die aanvaarden. En ja, dat zijn eigenlijk de belangrijkste voorwaarden die er zijn. En uiteraard worden natuurlijk de eigendommen van Twente die worden verkocht aan investeerders. 260 werknemers in totaal, is er al zicht op hoeveel daarvan er kunnen blijven? Daar kan ik u helemaal niets over zeggen, omdat dat ook niet aan mij is. Het enige wat wel afgesproken is, is dat een aantal van die mensen door zullen gaan naar de doorstarter toe. Uiteraard, als zij dat zelf ook willen. Er is uitgesproken dat er in ieder geval 20 winkels open zullen blijven. Is er al zicht op waar dat mogelijk gebeurt? Ja, mijn verwachting is dat vooral de winkels in het oosten van het land zullen open blijven. Waarom? Dat is waarschijnlijk een strategische keuze van de investeerder, maar dat weet ik verder niet. Tot eind september blijven de winkels van Twente in ieder geval open. Is er al een bepaalde datum die in die zin belangrijk is? Ik wil u verbeteren. De meeste winkels van Twente zullen tot eind september open blijven. Want er is op dit moment bij sommige winkels te weinig voorraad. Daar zal wel aan gewerkt gaan worden. Maar een precieze datum is nog niet duidelijk. Maar ik verwacht dat de winkels die open zullen blijven, dat in de loop van de maand september duidelijk zal zijn welke het zijn. Dat is ook logisch, omdat de overeenkomst net gesloten is. En dat betekent dat nu de investeerder moet gaan kijken of ze alles verder rond kunnen krijgen en uit kunnen werken. Met verhuurders, met personeel, met nieuwe voorraden. En daar is met name zijn nu de aankomende weken voor uitgetrokken.